Zo, lieve YouTube-kijkers van de stofjes. Ja, ik moet het even zo doen. Het is namelijk maandagavond in plaats van zondagmorgen. Om de dood eenvoudige reden, ik had zondagmorgen wel opgenomen, maar niet opgenomen. Er is ergens iets fout gegaan. Ik weet niet precies wat. Er zat een foutje in en ik zie dat die afgelopen is. Dus hij neemt niet meer op. En ik denk, ga starten. En ja, na starten is alleen maar rommel. Er is geen touwen vast te knopen waar ik het dan over heb. Want ergens in het midden neemt het pas een keer op. Ik weet niet wat er gisteren aan het was. Maar het was in ieder geval niet goed. Ik heb het nagekeken. Ik had nog zoiets van, misschien dat ik net die twee stukjes aan elkaar kan koppelen. Met de introductie. Van natuurlijk het goedemorgen, welkom bij Stofjes Zondagmorgen, bla bla bla. Ja, die zat er dus niet eens in. Het was alleen een goedemorgen en dat was het. En in één keer sloeg hij af en dat was later pas. Een paar minuten later pas dat ik in één keer zag van, hey, hij scheidt er in één keer mee uit, de opname. Dus ik wist het niet, ik wist niet wat er aan de hand was. Dus ja, dat moet ik maar een keer zo doen, met een donkere zijkant. Ja, het is maandagavond laat. En ik wilde toch iets op YouTube zetten. Nou ja, dan maar zo. Wel even wezen fitnessen vanavond. Wederom dus en gistermorgen en nu. Ja, het ging op zich niet slecht. Alleen gisteren bij het lopen op de band voelde ik op een gegeven moment dat mijn kuit wat begon gespannen begon te raken. En dus ben ik ook gestopt, heb ik andere oefeningen gewoon doorgedaan en dat ging eigenlijk best goed. Ik doe gewoon een tweede lampje erbij. En ja, nou ja, goed, de hele dag een beetje daar die spanning in de kuit gehad. Vandaag de hele dag eigenlijk er geen last van gehad. Nou, ik ga dus weer mijn rondje doen. Ik begin altijd een beetje met warm lopen om goed warm te zijn voor de rest. Dus een leuke warming up, cardio een beetje. Maar nee, hij kwam weer terug. Hij trok weer terug. Dus na een minuut of vier ben ik weer gestopt. Spanning kwam weer terug. Ik heb nu eventjes gewacht, een minuutje gewacht. Nog een keer geprobeerd, maar spanning kwam weer terug. Dus ik ben daar meteen mee gekapt. En uiteindelijk de rest van de oefeningen gedaan. Nou, wat dan ook weer geresulteerd heeft in een aantal verbrande calorieën. Dus, toch weer eventjes gedaan. Beter als helemaal niks. En ja, dat. Dus ja, even iets anders. Vandaag geen zondagmorgen praat, maar een maandagavond klets. Ja, ach ja. Zo af en toe moet je het een beetje bijhouden. Ik weet echt nog steeds niet hoe dat gisteren kan. Ik heb gekeken, ik heb gepuzzeld. Of probeer te puzzelen om met het programma wat ik dan eigenlijk heb om een beetje aan elkaar te knutselen. Maar zoals dat was, nee, er was geen touw vast te knopen. Dus dat geen. Als de introductie nu helemaal af was geweest, met dan uiteindelijk het vervolg wat ik dan aan het vertellen was over het voetballen van vorige week, van de bekerwedstrijd, noem maar op. Als dat, zeg maar, als ik dat aan elkaar had kunnen knopen. Daar had ik hem gisteravond erop kunnen zetten. Maar ja, dat ging dus niet. Dat ging niet. Er was gewoon geen touw vast te knopen. En ik kon er niks van maken. Dus ja, dan houd het op. Dan maar geen YouTube op zondagmorgen, maar op maandagavond. Dus bij deze, ik ben weer thuis. Dus ik zeg, ja, leuk dat je deze op maandagavond gekeken hebt. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot volgende week zondagmorgen. Als het goed is. En dan nogmaals duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zie je de volgende week weer terug. Met de welbekende. Tjoe. Ga ik afscheid nemen. Dus. Voor de volgende keer. Ik zeg. Tot de volgende keer. Ik zeg. Tjoe.